Wielrennen doe ik alleen nog in mijn dromen. Maar als er een grote wielerronde door Soestdijk komt, dan ga ik natuurlijk wel even kijken. De start van de tweede etappe van de Ronde van Italië was in Amsterdam. ...van het Amsterdamse Museumplein voor een etappe van 200 kilometer naar Utrecht. Door het Gooi heen over de Utrechtse heuvelrug. Bij Soestdijk was op dat moment nog alles rustig. We waren al blij als er af en toe een auto voorbij kwam. En al lang wachten is daar de reclamekaravaan. Daarna is het weer wachten en kijken of er al iets komt. En nog langer wachten. En dan... Daar is de kopgroep, met onder andere in laatste positie de Nederlander Rick Flens. Ging dat misschien een beetje te snel? Dan doen we het gewoon nog eens over in de vertraging. Vervolgens moeten we ruim 5 minuten wachten voordat het peloton eraan komt. Die wachttijd heb ik een beetje ingekort. En daar komen ze. In een paar seconden zijn 200 renners gepasseerd, gevolgd door een groot aantal auto's. En daarna kunnen we naar huis om te zien hoe de etappe afgelopen is. Een massasprint in de Kroeselaan in Utrecht. Met rechts is het Sutton voor Sky. En in het midden is het Tyler Farrar. Hij lag eerst bij een valpartij, nu is hij weer vooruit. En hij is veruit de sterkste in deze sprint. Tweede wordt Gos, derde Sabatini. Maar wat een mooie zege voor Tyler Farrar in de openingsetappe van de Giro d'Italia. De leider in het klassement, Bradley Wiggins, komt op achterstand binnen. En dat betekent een nieuwe roze truidrager, de wereldkampioen Cadel Evans.